Zo zag het bos aan de Zandstraat er een maand geleden uit tijdens de jaarlijkse wielerveldrit van de stichting Wielerronde Moergestel. Ondertussen zijn alle wedstrijdattributen weer opgeruimd en opnieuw geplaatst, want komend weekend zit er weer een evenement aan te komen. Het Nederlands kampioenschap veldrijden. Hans Cornelis weet er meer van. Het is het NK Jeugd. NK Jeugd? Ja, junioren zitten eigenlijk al op het grote NK. Zoals wij dat in de sport noemen, het grote NK, wat vorige week was in Rukve. En dit is jeugd tot en met 12 jaar. Ja. Hoe belangrijk is dit NK voor de stichting Wielerronde Moergestel Oosterwijk? Het is wel weer een kers op de taart. Het was eigenlijk niet in onze planning om het dit jaar te organiseren. Alleen vorig jaar, halverwege de zomer, werden wij benaderd door onze collega's van Pijnenburg. Waar wij vaak mee samenwerken. En die zeiden, joh, er is een probleem. Een organisatie in het noorden van het land heeft zich teruggetrokken. Er dreigt nu geen NK te komen, want niemand wil op zo'n korte termijn zo'n organisatie opzetten. Hebben een beetje proberen af te houden. Maar uiteindelijk, je kan die jongeren niet in de steek laten. Je wil ze toch een hoogtepunt van het seizoen geven in de vorm van een NK. Dus we hebben gezegd, we gaan dat doen. Okay. Hoe belangrijk is het NK voor de stichting zelf? Nou, het is... laten we zeggen, we gaan de laatste tijd best goed. Heeft te maken denk ik met twee dingen. De populariteit van veldrijden in zijn algemeenheid. Als je ziet hoe de profs presteren. Ja, dat zet veldrijden wel wat meer op de kaart. Anderzijds hebben we met de grote prijs Desteel afgelopen twee edities echt stappen gemaakt vooruit in het verder professionaliseren. Merken jullie dat het professionele veldrijden, cyclocross, ook een populariteit wint omdat er meer media-aandacht is? Kunnen jullie het hier langs het parcours ook merken? Afgelopen editie in december was het echt behoorlijk druk. Ook veel exposure gehad met filmpjes op social media. En ook nu is het toch in korte tijd best gelukt om sponsoren te trekken. Want dan kunnen ze best behoorlijk wat aandacht geven. Hè. Het is niet de eerste keer dat onze stichting het Nederlands kampioenschap voor de jeugd organiseert. In 2013 was het ook al het geval. En daar zien we hier Ruud van Gestel, de zoon van de bekende trainer, toen nog deelnemen in de categorie 10-jarigen. Ook de weersomstandigheden waren 7 jaar geleden anders dan de verwachtingen voor zaterdag 25 januari 2020. Waarom is het nog zo stil hier, Hans? Omdat we voor vandaag klaar zijn met de opbouwwerkzaamheden. Dat doen we eigenlijk iedere zaterdagochtend. Nu is het stil. Het parcours is ook afgezet. Omdat we niet willen dat iedereen komt inrijden. Dan gaat het parcours een beetje naar de knoppen. De afzettingen worden dan misschien kapot gemaakt. En er is volgende week vrijdag ruime gelegenheid voor alle deelnemers om in te komen rijden. Aanstaande zaterdag is het te doen. Vanaf hoe laat is het publiek hier welkom? Ze zijn met het krieken van de dag kunnen ze komen. Om 9:30 dan wordt het parcours weer vrijgegeven om warm te rijden. Om 9:30 start de eerste categorie. Dat is categorie 1 tot en met 4. Die volgen zo het ochtendprogramma tot rond 12 uur. Dan is categorie 4 aan het rijden. Om 12:45 is dan de huldiging. En om 13:45 gaan we verder met de laatste drie categorieën. Dat wordt in leeftijd steeds ouder. En categorie 7, jongens, die eindigen rond de klok van 5. Categorie 1 begint dan om 9:30. Hoe lang moeten die kinderen fietsen? Of lopen, of rennen, of trappen klimmen? Ja, het is van alles wat. Het is ook een beetje afhankelijk hoe het parcours er dan bij ligt. Hè. Stel dat er veel regen valt, dan wordt het zwaar. De jongere categorieën die beginnen met een tijdsbestek van ongeveer 20 minuutjes. Maar het zijn dan ook jongens en meisjes van 8 jaar. En ze zitten 2 uur in de auto, 2,5 uur in de auto om hier zo'n rondje te maken. Maar dat doen ze graag. In 20, 25 minuten duurt de wedstrijd dan. Hoeveel
rondjes doen ze dan? Verwachten dat ze ongeveer 3 rondjes gaan maken. Ja. Is dat een... De grote categorieën gaan weer langer fietsen, tot richting 50 minuten. Ja, nou, een vraag die ik natuurlijk aan Twan zou moeten stellen. Twan van Gestel, is dat niet te belastend voor de kinderen? Ja, daar weet Twan van Gestel, hè, de KNU-trainer, hier ook uit Moergestel, zelf ook oud fietser. Ja, die weet er alles van, maar hij bereidt ze ook voor. Hij geeft ook trainingen hier op het parcours vanuit de KNU. En ja, daar is het ook echt, iedere woensdagmiddag is het hartstikke druk voor kinderen die onder zijn begeleiding hier trainen. Nou, in de allerjongste categorieën zullen we dat nog niet kunnen zeggen, maar in de grotere categorieën zitten daar echt al talenten bij die straks verwacht worden bij de senioren, bij de profs? Ze zullen erbij zitten, maar we weten nog niet wie het zijn. Er kan nog zoveel gebeuren, maar als je kijkt naar Mathieu van der Poel, Celine, Linda, allemaal grote namen in het professionele veldrijden, die zijn allemaal hier geweest. We zijn allemaal hier begonnen als jongeren, hè? Ja. Ook de jongens van Poppel, die bij Pijnenburg zijn begonnen. Boy van Poppel is zelf ook heel goed veldrijder geweest. Ja. Maar je zit er pas achteraf. Ja. We zien hier een stuk van een parcours. Duidelijk afgezet, mooi afgezet, veilig afgezet. Wat kunnen de bezoekers hier nog meer verwachten? Er komt ook nog een hele grote tent. Er is van alles, dat is lekker verwarmd. Er is wat te eten, er is wat te drinken. Het wordt echt gewoon een feestelijke dag. Het wordt echt heel leuk. Ja. Hoeveel mensen zijn er bezig met de inrichting van dit parcours? Hoeveel vrijwilligers hebben jullie als stichting? Op dit soort evenementen, ik heb toevallig vanochtend de lijst even compleet gemaakt. In verband met het maken van de lunchpakketten, zorgen dat de voldoende consumptiebonnen klaar liggen. We zitten er nu op 76 man in totaal. Dan wens ik jullie alle 71 heel veel succes en een prachtige dag volgende week aanstaande zaterdag. Dankjewel.